Welkom terug bij Rekentube. In deze video geef ik een samenvatting van hoofdstuk 1 van moderne Wiskunde voor HAVO 4, Wiskunde A editie 12. Je kan deze samenvatting gebruiken als naslagwerk of om alles nog een keer te herhalen. Dit hoofdstuk gaat over rekenen met breuken en decimale getallen, procenten, rekenen met tijd en de standaardvorm, oftewel de wetenschappelijke notatie. Ik begin met een overzichtje van hoe je breuken moet optellen en aftrekken. Als je deze stappen volgt, gaat het altijd goed. Als eerste tel je de helen apart bij elkaar op. Vervolgens maak je de noemers gelijknamig door teller en noemer per breuk met hetzelfde getal te vermenigvuldigen. Daarna mag je de tellers bij elkaar optellen. De noemer blijft gelijk. Tot slot. Haal je de nieuw ontstaane helen uit de breuk en vereenvoudig je de breuk door teller en noemer door hetzelfde getal te delen. Het vermenigvuldigen van breuken is iets eenvoudiger. Je plaatst de helen in de breuk door ze te vermenigvuldigen met een noemer en daarna bij de teller op te tellen. Vervolgens doe je teller keer teller en noemer keer noemer. En tot slot haal je ook hier de hele weer uit de breuk en vereenvoudig je de breuk. De volgorde waarin je opgaves moet uitrekenen is belangrijk. Om de volgorde te onthouden kan je allerlei zinnetjes bedenken die beginnen met de beginletters van de bewerkingen. De zin die ik hier gebruik is: hoe moeten wij van de onvoldoendes afkomen? De H staat voor haakjes. Alles wat tussen haakjes staat, reken je als eerste uit. Daarna reken je zowel de machten als de wortels uit. Daarna komt vermenigvuldigen en delen. Deze horen bij elkaar. Dus je rekent vermenigvuldigen en delen uit van links naar rechts. Dit is belangrijk om te onthouden, dus niet eerst vermenigvuldigen en dan delen, maar van links naar rechts in de opgave. Hetzelfde geldt voor optellen en aftrekken. Ook deze horen bij elkaar. Beide bewerkingen voer je als laatste uit van links naar rechts. Als een verhouding gegeven is, bijvoorbeeld rode, gele en blauwe verf wordt gemengd in de verhouding 2 staat tot 5 staat tot 3, dan kijk je eerst hoeveel delen er in totaal zijn. In dit geval 2 plus 5 plus 3 is 10. Dan bereken je de waarde van 1 deel. Als ik 2 liter nodig heb, is 1 deel, dus 2 liter gedeeld door 10 is 200 milliliter. Tot slot bereken je de waarde van het gevraagde aantal delen. Wil je weten hoeveel blauwe verf je nodig hebt? Dan is dat 3 keer 200 milliliter, dus 600 milliliter. In een verhoudingstabel zijn de verhoudingen tussen de rijen altijd hetzelfde. Dus als het aantal in de bovenste rij twee keer zo groot wordt, wordt het bedrag in de onderste rij ook twee keer zo groot. Ontbrekende waarden kan je in een verhoudingstabel altijd berekenen door kruislingsvermenigvuldigen toe te passen. De naam kruislingsvermenigvuldigen verraadt eigenlijk letterlijk wat je doet. Je vermenigvuldigt het getal uit de bovenste rij... Kruislinks met een getal uit de onderste rij. Als je de uitkomst hiervan deelt door het derde getal in het kruis, krijg je automatisch het vierde getal. Als je dus 6 vermenigvuldigt met 20 en deelt door 2, is de uitkomst 60. Als je 20 met 840 vermenigvuldigt en deelt door 60, kom je uit op 280. Natuurlijk is dit pas interessant als je één van de vier getallen in het kruis niet kent. Kruislinks vermenigvuldigen kan je bijvoorbeeld toepassen als je weet hoeveel euro er hoort bij 13% en je wilt weten hoeveel alles is. Procenten horen bij elkaar, dus 13 en 100 zet je onder elkaar. De 45 hoort bij 13%. Dus de 45 en de 13 zet je naast elkaar. Nu zie je al dat er een kruistabel is ontstaan en kan je kruislings vermenigvuldigen. 100 keer 45 gedeeld door 13 is 346,15 euro. Dus 100% is 346,15 euro. Dan gaan we nu rekenen met breuken. Je past hier de stappenplannen toe. Die je in de voorkennis gekregen hebt. Allereerst even oefenen met het hele in de breuk brengen en uit de breuk halen. Bij 1, 3, achtste vermenigvuldig je de 1 met de noemer, dat is 8. Die tel je bij de teller op en zo kom je op 11 achtste. Bij 26, 4 kijk je hoe vaak die 4 in de 26 past, dus hoe vaak de noemer in de teller past. Dat is 6 keer. Dan hou je nog 2/4 over. 2 en 4 kan je beide delen door 2, dus 6 1/2 is gelijk aan 26 vierde. Bij het vermenigvuldigen van breuken was het simpelweg teller keer teller en noemer keer noemer. In dit geval kom je dan op 640ste. Beide kan je delen door 2, dus de vereenvoudigde breuk is 3/20. Bij het optellen moet je eerst de noemers gelijk maken. 40 is het kleinste getal dat zowel in de tafel van 8 als in de tafel van 5 voorkomt. Dus het wordt 15/40 16/40. 31/40 is gelijk je eindantwoord, want 31 is een priemgetal en 40 kan je niet delen door 31. Het wordt een klein stapje moeilijker als er hele voor de breuk staan. Bij vermenigvuldigen moeten de hele in de breuk, dus je krijgt 19 keer 17 en 8 keer 5. In de uitkomst zie je dat de noemer 8 keer in de teller past, en dan hou je er nog 3 over. De uitkomst is hier dus 8 ste Bij het optellen van deze breuken Stel je eerst 2 en 3 bij elkaar op. Dan krijg je dezelfde optelling als zonder de hele. De uitkomst is hier dus 5,31 40ste. Van sommige breuken ken je natuurlijk het bijbehorende getal uit je hoofd. 25 100ste is gelijk aan 1 vierde en dat is weer gelijk aan 0,25. 1 8ste achtste is 0,125. Dus 3 achtste is gelijk aan 0,375. Andersom moet je ook decimale getallen die niet een oneindig aantal decimalen hebben kunnen omzetten naar een breuk. Die breuk moet je vervolgens kunnen vereenvoudigen. Bij rekenen moet je dit soort bewerkingen vaak uit het hoofd kunnen. Bij wiskunde Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dan mag je gebruik maken van de rekenmachine. Het is belangrijk om je te realiseren dat een breuk eigenlijk gewoon een deling is. Eigenlijk is het niets anders dan de teller gedeeld door de noemer. Op je rekenmachine zit ook een breukentoets. De rechtstreekse toets voor simpele breuken staat hier rechts aangegeven. En achter de F1-toets. Zitten meer breukmogelijkheden. Bij de eerste keuze achter F1 heb je de simpele breuk, teller gedeeld door noemer. Bij keuze 2 kan je een geheel getal toevoegen aan de breuk, dus getal en teller gedeeld door noemer. Standaard geeft je rekenmachine de breuk weer met de hele in de teller van de breuk. Om dit om te rekenen, dus de hele uit de breuk te halen, kan je gebruik maken van keuze 3. Wil je van de breuk een decimaal getal maken, of andersom, van een decimaal getal een breuk maken, dan gebruik je keuze nummer 4. Om procenten uit te rekenen, kan je eigenlijk altijd gebruik maken van kruislinks vermenigvuldigen. Dit komt bijvoorbeeld vaak voor bij het berekenen van btw. Het bedrag en het percentage dat bij elkaar hoort zet je onder elkaar. Procenten zet je naast elkaar en bedragen zet je naast elkaar. Vervolgens reken je met kruislinks vermenigvuldig het vierde getal uit. Bij het onderdeel tijd rekenen ga ik ervan uit dat je al deze feiten uit je hoofd kent. Ook de dagen van de week en de maanden van het jaar moet je kennen. Ken je ze nog niet? Leer ze dan eerst goed uit je hoofd. Omdat al die tijdseenheden niet per tientallen gaan, maak je bij tijdrekenen eigenlijk gebruik van andere getallenstelsels. Getallen achter de komma moet je weer terug vermenigvuldigen in dat stelsel. Zo is 4,54 jaar. Gelijk aan 4 jaar en dan 0,54 keer 365, dus 197,1 dagen. Een dag is 24 uur, dus 2,4 dagen is 2 dagen. En 0,4 keer 24 uur, dus 9,6 uur. Uren vallen in het zestigtallig stelsel, dus 9,6 uur. Is 9 uur en 36 minuten. Zo kan je 4,54 jaar in deze stappen omrekenen naar 4 jaar, 197 dagen, 2 uur en 24 minuten. Als je een gemiddelde tijd wilt uitrekenen, maak je eerst overal dezelfde eenheden van. Je kan hiervoor, indien nodig, een verhoudingstabel maken. Vervolgens bereken je de gemiddelde tijd en tot slot reken je terug naar aannemelijke eenheden of naar de eenheid waarin de vraag gesteld is. Om de gemiddelde snelheid te berekenen, reken je eerst de tijdseenheid om naar uren, minuten of seconden. De afstand reken je om naar meters of kilometers. Vervolgens maak je een verhoudingstabel met daarin tijd en afstand. Tot slot bereken je de afstand per tijdseenheid. Het laatste deel van dit hoofdstuk gaat over de standaardvorm, oftewel de wetenschappelijke notatie. Hierbij maak je gebruik van de machten van 10, dus van de machtsnotatie van ons tientallen stelsel. 10 is natuurlijk gewoon 1 keer 10. 100 kan je schrijven als 10 keer 10, oftewel 10 tot de macht 2. 1000 is 10 tot de macht 3, 10.000 is 10 tot de macht 4 enzovoorts. Bij de wetenschappelijke notatie is het belangrijk te onthouden dat er maar één cijfer voor de komma staat. De overige cijfers komen achter de komma en je kijkt hoe vaak je dit getal keer 10 moet doen om bij het originele getal uit te komen. Bij dit getal 34.510 Levert het natuurlijk geen verkorting op van de notatie en daarvoor is het eigenlijk wel bedoeld. Daarom mag je bij hele grote getallen het eerste deel afronden op 1 of 2 decimalen. Hier rond ik af op 1 decimaal en kom daarmee op 6,5 keer 10 tot de macht 13. Vanaf de plek waar de komma komt tot aan achter het laatste cijfer tel je 13 plekken. Dus. 10 keer 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 10 10. 10 tot de macht min 1 is 1 tiende. Hier maak je gebruik van bij de wetenschappelijke notatie van hele kleine getallen. Zo kan je een honderdste, een duizendste en een tienduizendste allemaal schrijven als machten van 10. Bij kleine getallen kijk je dus hoe vaak je het originele getal moet delen door 10 om op een getal uit te komen met maar één cijfer voor de komma. Je kan ook tellen hoeveel plekken de komma naar rechts verplaatst en het allermakkelijkste is het tellen van het aantal nullen inclusief de 0 voor de komma. Tot zover de samenvatting van hoofdstuk 1. Dit was alweer het gehele hoofdstuk. Wil je meer leren? Klik dan op abonneren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij RekenTube.